Dan hou ik over. Twee keer. Twee keer hoek ACM. Plus twee keer hoek BCM. Nou, tweetje buiten haakjes halen. Twee keer hoek ACM. Plus hoek BCM. En hoek ACM en hoek BCM. Laten we even kijken. ACM. ACM, die zit hier. Ik zal er een groen stipje van maken. Een groen stipje. En BCM, dat is die met het kruisje en het groene rondje. Die twee samen zijn precies de hoek die ik zocht. En dat is hetzelfde als hoek ACB. Dus ik heb toch een onderin mijn bewijs. En ik zeg van nou, dit is hetzelfde als twee keer hoek ACB. En dat is precies wat ik moest bewijzen. Opgave 23. Gegeven de punten A, B en C op de cirkel met middelpunt M. De bewijshoek ACB is de helft van hoek AMB. Dus hier hoek ACB. Hier hoek AMB. En ik moet nu aantonen dat die kleine hoek altijd de helft is van die middelpuntshoek. Het bewijs staat al grotendeels in de opgave. Ik ga het overnemen. Stap voor stap toelichten en dan aanvullen. Het bewijs start met de bewering dat hoek CAM is gelijk aan hoek ACM. Nou, wat ik ga doen is ik teken eerst in die cirkel alle lijnen die ertoe doen. Dus dat betekent al die lijnen naar het middelpunt zijn belangrijk. En tussen lijnen A en B. En nu wordt er beweerd in het boek dat hoek CAM, hoek met het boogje, gelijk is een hoek ACM. Nou, waarom zijn die gelijk? Wat voor soort driehoek is het? Kijk, dit is alle twee de straal. Dus dit is zo omdat het een gelijkbenige driehoek is. Oké, dan gaan we verder met het bewijs. Hoek AMC. Dat is de hoek met de blauwe stip. Daarvan kan ik iets zeggen over de grootte. Namelijk dat die gelijk is aan 180 graden min die twee basishoeken. Dus min hoek ACM en min hoek CAM. Waarom kan ik dat zeggen? Nou ja, dat zegt de hoekensom van de driehoek. Omdat die twee hoeken even groot zijn, kan ik hem iets vereenvoudigen naar 180 graden min 2 keer een van de twee hoeken. Dan nemen we hoek ACM. Ditzelfde systeem kan ik doen voor de andere driehoek. Ik heb daar hoek C. Hoek C, B, M. Die is gelijk aan hoek B, C, M. Even goed kijken. C, B, M. Dus ik hoek met het blauwe kruisje. Daar hebben we die hoek met het andere blauwe kruisje. Die twee zijn natuurlijk gelijk. Want het is een gelijkbenige driehoek. Nou, dan ga ik ook weer die hoek bij M ga ik omschrijven. Hoek BMC is gelijk aan 180 graden min nou, die twee basishoeken. Nou, dat is vanwege de hoekensom driehoek. En hieruit volgt dan weer dat hoek BMC, dat dat gelijk is aan 180 graden. Dan ga ik het kort opschrijven in twee keer hoek BCM. Nou, dan gaan we naar de hoek die ik nodig heb en dat is hoek AMB. AMB weet ik niet, maar ik weet wel dat de hoek bij M, al die drie hoeken bij elkaar, 360 graden zijn. Dat is een volle hoek. En ik kan die hoek wel uitdrukken in die twee hoekjes die ik nu heb. Die met het dichte blauwe rondje en het open blauwe rondje. Dat is namelijk 360 graden min hoek AMC. Dat is met het dichte blauwe rondje. Min hoek BMC. Met het open blauwe rondje.
Maar die twee hoeken die kan ik weer uitdrukken in de andere hoek. 360 graden min hoek AMC is gelijk aan 180 graden min 2 keer hoek ACM. En hoek BMC is gelijk aan 180 graden min 2 keer hoek BCM. Werken we de haakjes uit. 360 min 180 plus 2 keer hoek ACM min 180 plus 2 keer hoek BCM. Hou ik over.